ik vind het wel altijd heel leuk om beesten te schilderen en dan een heel stel bij elkaar, net zoals met de kinderen, zoals die vogels hier. Ja. En dan kun je met die losse beesten een compositie maken. En dat vind ik gewoon heel leuk. Ja. Ja, sommige mensen die doen met zo'n verrodingsapparaat, die zeggen, ja, wat is er nou mis mee? Als je hebt over gemengde technieken of gemengd, laat iedereen gewoon zijn ding maken wat er goed in is. Die doet verf mengen met lijm en met allerlei dingen en dan giet ze op het doek. En dan beweegt ze dat doek zo helemaal, dat er alle kanten op gaat. Wauw. En dan flamenco dansen. Ja, maar het gaat allemaal om watergoed. Ja, dat is mooi. En dan doet ze daar ook een druppeltje alcohol dat eruit vloeit. Of hier van die krakelee. En daar maakt ze dan een portret overheen waar de achtergrond nog wel doorschijnt. Dat is hier. En dan heb ik er in het gezicht eigenlijk te weinig gedaan. Maar daar wil je dan heel netjes uitwerken. Ja. Dus dan vergeet je dat even. Ja, maar het is leuk als de achtergrond doorschijnt. Super gaaf. Ja, echt heel mooi. Don't you cry.